Ik heb ontzettend genoten. Ik heb het erg leuk gehad. Veel jongens waar ik veel mee gekoerst heb die ik lang niet gezien heb. Dus dat was erg leuk. Petja Lindeman is weer terug in het amateurpeloton. Hij was 10 jaar prof, reed 9 grote rondes en won onder meer een etappe in de Vuelta. Maar omdat zijn laatste ploeg, Team Quebeca Assos, als profploeg ophield te bestaan, moest Lindeman een stapje terug doen. Nou, het was wel een vervelend moment, ja. Het gaat een hele onzekere periode in natuurlijk. Ik ben nog niet klaar met fietsen, ik wil graag zo goed mogelijk presteren. En gelukkig kreeg ik een telefoontje van Allard Engels met de vraag of ik nog zin had om te fietsen. En aan zin ontbreekt het zeker niet bij de 32-jarige liefhebber. Een super gemotiveerde renner, bovendien ook gewoon een alleraardigste renner. Dankbaar, absoluut geen beeld van uitgegarandeerd of nog even een jaartje uitzingen, maar echt nog super gemotiveerd. En nou ja, dat was ook eigenlijk binnen 1 gesprek was het klaar. Ik wil gewoon plezier maken en ik wil gewoon meedoen met de koersen. Proberen mooie wedstrijden te winnen. En ik heb zelfs voor 2 jaar getekend, dus ik heb nog toekomst. Zijn nieuwe ploeg, Volker Wessels, bestaat nu 5 jaar en wil qua status op termijn nog graag de stap naar de profs maken. En daarmee zou Lindeman ze nog prima kunnen helpen. Ik geloof dat je op je 28ste fysiek op je sterkst bent. Maar met de hardheid die jij heeft opgedaan in het profpeloton, denk ik dat hij nog zeker mee gaat spelen. En dat we daar nog een paar jaar wel een hoop plezier van kunnen beleven. Je bent nou 32, begin je het al te merken aan je lijf eigenlijk? Nee, valt mee. Gaat allemaal goed. Ik merk wel dat ik er meer voor moet doen. Dat ik meer arbeid nodig ben om hetzelfde niveau te halen. 18 jaar oud, vorig jaar nog nieuweling. Winnaar van de Ronde van Bartje. En Bert-Jan Lindeman in gezelschap van Marcel Alma. Hij gaat hier winnen. Ik had niet verwacht dat het al zo vroeg in het seizoen zou lukken. Maar ik had wel verwacht dat ik in de finale mee kon doen. Bert-Jan Lindeman! Ik hoop dat ik professional kan worden. Voor de 26-year-old winner of the last Tour de Lens, it's the greatest success of his career so far. This is really, really special. We hebben wel gezien in de trainingen dat hij de rest af en toe wel pijn kan doen. Maar je ziet dan ook wel weer dat andere mannen daar zich ook weer aan optrekken en dat dan omgekeerd ook weer gebeurt. En elkaar daardoor naar een hoger niveau tilt. Bij zijn comeback in het amateurpeloton afgelopen zondag in Friesland forceerde Lindeman de kopgroep, zat hij de hele dag mee van voren en finishte hij, ondanks een steeds verder zakkende zadelpen, als 10e. Ik heb ontzettend genoten. Ik heb het erg leuk gehad. Veel jongens waar ik veel mee gekoerst heb die ik lang niet gezien heb. Dus dat was erg leuk. Komend weekend mag hij weer aan de bak in de Ronde van Drenthe. De koers die hij 10 jaar geleden als broekie van 22 wist te winnen. En hij weet het. Dat hij hier een fantastische kans heeft om opvolger te worden van Kenny van Hummel, die vorig jaar deze wedstrijd wist te winnen. We reden op de Van weg met z'n tweeën. Ja, hij reed toch wel aardig goed door. Dus ik nam wel een paar keer een beetje lafjes over. Kijk eens achterom. Het kan absoluut. De laatste kilometer is ingegaan. Op 1,5-2 kilometer van de streep dacht ik, nu blijf ik alleen nog in het wiel zitten. En die jongen was volgens mij een beetje bang om te verliezen. Dus die reed ook nog door naar de finish. Ja, op 200 meter kwam ik eruit, was genoeg. Komt zijn aanval, de winnaar van de Ronde van Drenthe, de albedachte trofee. Blijft in Drenthe, lijkt het. Het wordt Bert-Jan Lindeman. Had je niet? Bert-Jan Lindeman wint de Ronde van Drenthe. Toen was het wel heel mooi, ja. Eerstejaars prof, voor het eerst bij een nieuwe ploeg. En dan gelijk een profoverwinning, dat is wel een droomstart van je carrière. Maar er is altijd baas boven baas, want zijn huidige ploegleider Allard Engels won de ronde 2 keer. In 91 en 93. Maar dan komt alles bij elkaar en krijgen we een sprint van 4 die gewonnen gaat worden in de straten van Hogeveen door Allard Engels voor Patrick Rasch en Erik Dekker. Weet hij ook van jouw geschiedenis? Dat weet ik niet. Dat zou je hem zelf moeten vragen. Ja, 2 keer Drenthe gewonnen. 2 of 3 keer Drenthe gewonnen. Wat een mooie rit in Olympia's Tour, Noord-Holland. Hij heeft een paar hele mooie koersen gewonnen. Ik hoop dat hij dit jaar het gaat evenaren, om maar zo te zeggen. Ja, dus laten we hopen. Als ik geen pech heb, dan zit ik meestal wel aardig dichtbij.